Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van ons. Vandaag gaan we empanadas maken. Ik ga jullie uitleggen wat je nodig hebt. Vergeet niet om natuurlijk hieronder te abonneren op ons kanaal. Dan raak je de recepten niet kwijt. Ik laat jullie even zien wat je daarvoor nodig hebt. Ik gebruik 3 suikerklontjes. We hebben zout nodig. Ik gebruik kippenbouten. Die heb ik al eventjes schoongemaakt. En ik heb het velletje eraf gehaald. Ik gebruik 3 stuks. En we hebben nodig maïsmeel. Ik gebruik voor dit recept gebruik ik de witte maïsmeel, zoals je kan zien. Maar je kan ook de gele gebruiken als je die lekkerder vindt. Ik gebruik 2 halve, een halve gele en een halve groene paprika. Ik gebruik 3 aardappelen. Ik gebruik 2 stengels als bosui. Ik gebruik bouillonblokjes. Ik gebruik 2 uien. Een zakje geraspte kaas. Mag je eventueel ook weglaten, maar wij vinden het lekker om ze te maken met kaas. Ik gebruik sojasaus. Witte peper. Paprika poeder. Uienpoeder. Ik gebruik peterselie. 4 teentjes knoflook. En natuurlijk voor het sausje 2 tomaten. En je hebt olie ook nodig. Nou, dit gaan we allemaal gebruiken. We gaan nu de keuken in en dan gaan we beginnen. Om de empanadas plat te maken gebruik ik gewoon een diepvrieszakje. Wat ik doe, ik snij dit stukje. Dat snij ik niet, maar dat knip ik eraf. Mijn schaar is niet zo geweldig, zie je dan? Zo. Ja, ik gebruik gewoon deze. Die grote diepvrieszakjes. Ik heb natuurlijk aan één kant open, dus dan ga ik hem hier nog open snijden en daar. Zo, en aan die andere kant nog. Zo. Kijk, dan kan je ze gewoon hier tussen zetten straks en dan kan je hem dicht doen. Oké, wat we nu als eerste gaan doen, pak even een snijplank en een mes. Dan gaan we als eerste de groenten snijden. Nou, we gaan eerst even de uien snijden. Die snijden we in kleine stukjes. Bewaren we dit even in het bakje. Oké, wat we nu gaan doen. Ik heb nog 2 tomaten hier. Die ga ik met een bakje en een zeef. Ga ik deze eigenlijk zo zeven. Zo. Dan zijn we klaar. Nou, gaan we nu nog even de aardappelen schillen. Nu ga doen. Ik ga de aardappel ga ik even in kleine stukjes snijden. Dan doe ik het weer even terug in het bakje. Zetten we ook klaar. Het enige wat we nu nog even moeten snijden is de bosui. 2 stengels ongeveer. Deze eventjes bij de knoflook in. Het gaat heerlijk smaken straks. Kijk, doe even de pan op het vuur. Ik heb ongeveer 2 eetlepels zonnebloemolie hierin gedaan. Nou, zodra het heet is, dan kunnen de uien en de paprika erin.
Dan gaan we de tomatenpuree gaan we er doorheen doen. Nou, dan gaan we de knoflook en de bosui er doorheen doen. Dan gaan we nu alvast even wat kruiden toevoegen. Van de paprika doe ik een eetlepel. Dan zet ik erin. Van de uienpoeder doe ik ook een eetlepel. Doe ik een halve eetlepel. En we gaan peterselie. Peterselie doen we ook 1 eetlepel. Lekker. Ja, gaan we ook weer verdelen. Zo. En dan doen we 2 eetlepels sojasaus. Ik wil even wat zout erin maken. Lekker. En we doen 2 bouillonblokjes erbij. En dan gaan we onze kip erin leggen. Onze kip leggen we erin. En dan doe ik altijd een klein kopje water erbij. Moet het lekker bakken. Doe het vuur even wat hoger. Een beetje water erdoor. Zo, laten we dit lekker even bakken. Nou, laten we dit eventjes lekker koken zo. Ik denk ongeveer 10 minuutjes aan beide kanten. Dus even kijken of die dan gaar is. En dan kun je straks de kip gaan pluizen en dan doen we de kip weer terug in de saus. Nou, de kip die is klaar. Dus die kunnen gepluist worden. Wil je ze allemaal in één keer? Nee, één voor één. Zodra de kip gepluist is, doe je het even in een bakje. Wat we nu gaan doen is, we gaan de kip die allemaal gepluist zijn, die gaan we hier nu bij instoppen. Dan kan hij nog meer de smaak pakken. Zo. Dan gaan we die even omroeren. Salam alaikum. Wat we nu gaan doen is, we gaan nog heel klein beetje water toevoegen. En waarom doe ik dat? Omdat we nu ook de aardappelen erin gaan doen. Kijk, de gesneden aardappelen die gaan we er nu bij doen. En dan kan het lekker bij elkaar koken. Nog een klein beetje water. Hoor. Zodat alles een beetje onder water is, want anders worden de aardappeltjes niet zacht. Gaan we dit op middelvuur? Gaan we dit even koken? Ongeveer 15 minuten. Wij gaan nu de maïsmeel maken.
even een bak voor. Zoals ik al eerder zei, hier heb je 3 suikerklontjes voor nodig en 1 eetlepel zout. Ja. En dan doe je 300 milliliter water. En dan doe je de suiker. En 1 eetlepel zout. Ja, 1 eetlepel. Ga je zo roeren. En dan voeg je 300 gram van die harina erin. Beetje bij beetje. Anders krijg je klompjes. Dit is funchi, funchi blanco. Kijk, het begin al te bij elkaar te komen. Beetje bij beetje, niet alles in één keer. Het is niet kneteren. Maar goed, dan heb je een funchi deeg. Deze gaan we even een klein stukje folie eromheen doen, zodat hij niet uitdroogt. Ik vind dat zo onhandig, hè? Zo'n scheurding. Dat valt mij. Wat we nu gaan doen, de aardappeltjes zijn bijna helemaal verdwenen. Ik druk ze nog een beetje plat erin, zodat je niet hele grote klompjes aardappelen krijgt in de mix. En dan doen we alles in de grote bak. Oké, nou, dit is nu klaar. Als er nog te veel vocht in zit, giet het dan eventjes af, zodat er niet te veel water bij zit. Een beetje mag wel, want dat trekt in het deeg, maar niet heel veel. Nou, pak een stukje. En die gaan we even uitrollen. Gebruik ik er plastic voor. Kijken of dat lukt. Zo. Ja, wat we nu als eerste doen, we doen een beetje kaas erin. Super lekker. En dan een eetlepel kip. Ze moeten wel lekker gevuld zijn natuurlijk. Kijken hoe die blijft. Ik vind die deeg heel hard. Het is wel een hele grote bak. Kijk, meer naar voren. Meer naar voren. Yes. Ja, mooi. Ja. Mooi zo. Ja. Zo. Blauwe bar. Nou, dan hou je die randjes in jezelf. Dan kun je deze nog even een beetje aandrukken. Mooi. Mooi. Zo. Prachtig. Vullen we met zonnebloemolie. Nou, laten we eerst even goed heet worden. En je gaat het heel voorzichtig in de olie zetten.
kunnen ze lekker bakken. En dan kunnen ze lekker bakken. Totdat ze een beetje lekker bruin zijn. Ja. En dan zijn ze klaar. Kijk. Oeh, het ziet goed uit. Begin al een kleurtje te krijgen. We laten jullie zo de eindresultaat zien. Ze zijn klaar. En die anderen zijn nog even aan het bakken. Ik ga even eentje opensnijden. Kunnen jullie de binnenkant even zien? Ze zijn lekker knapperig. Kijk eens. Met lekker kaas erin. Heerlijk. Even proeven. Lekker. Vergeet niet om op ons kanaal te abonneren en doe een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Eet smakelijk.